Wat dacht u toen u hoorde dat dit zwembad mogelijk gesloten zou gaan worden? Ja, een ramp. Dus echt een ramp voor de hele omgeving. Niet iedereen is bij machten om in de auto te stappen en zomaar eventjes naar het zwembad te gaan. Maar ik ben blij met het hele goede nieuws wat ik gehoord heb. Opluchting bij de bezoekers van zwembad Den Kriek in Bresand. Het 40 jaar oude bad mag voor de komende 5 jaar open blijven, net als de zwembaden in Wieringerwerf, Hippolytushoef en Winkel. En misschien op termijn dat de baden ook naar een stichting of een andere vorm worden overgedragen, zodat ze bij de gemeente dat de gemeente er af is. Maar zover is het nog niet. Omdat de zwembaden te duur zijn voor de gemeente, gaat er elke 5 jaar gekeken worden of de zwembaden open mogen blijven of dat ze gesloten moeten worden. Dat laatste zal een ramp zijn voor de gemeenschap. Al de oudere mensen die geen vervoer hebben en die dan op een fiets heen gaan en verder niks hebben. En die zeggen, ja, maar dan moet ik weer iemand vragen om naar het zwembad toe te rijden. Heel naar Wieringerwerf. Er wordt in die kernen al zoveel wegbezuinigd. En als je nu ook ziet dat met buslijnen die verdwijnen, dan stap je niet meer uit Bresant in de bus om in Hippolytushoef te gaan zwemmen, want die bus is ook weg. En dus hopen ze in Bresant dat vrijwilligers zich op gaan geven om het zwembad te kunnen behouden. Alles wat je kan doen, dat is natuurlijk meegenomen. En qua kosten en tijd, ja, dat scheelt alweer qua betalingen natuurlijk. Dus eigenlijk, ja, is dit nou eigenlijk een positieve ontwikkeling? Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Want mensen hebben niet zoveel tijd meer. Dus je kan niet zeggen van, 10 vrijwilligers, dat hebben we zo. 19 december beslist de gemeenteraad definitief over de toekomst van de zwembaden.